Toen ik de beelden zag van de doorgedraaide meute hooligans, dacht ik, hoe is dit in godsnaam mogelijk? 2 jaar na Hoek van Holland staan daar weer agenten met getrokken pistolen, met angst in hun ogen, klaar om te schieten. Er had maar iets hoeven te gebeuren en de trekkers waren overgehaald. En Hoek van Holland, deel 2, was een feit geweest. En ik vind het, zeg maar gelijk aan het begin van dit debat, onbegrijpelijk dat niet is voorzien dat de relschoppers het uiteindelijk hadden gemunt op het Maasgebouw. Dat vind ik echt onbegrijpelijk. En ik ben van de lichting die niet gauw zal zeggen van, ja, dat kon je toch op je vingers uittellen, want dat is allemaal makkelijk praten achteraf. Maar hier durf ik dat wel te zeggen. Als mensen het hebben gemunt op zaken bij Feyenoord, waar ze boos over zijn, waar hun woede zich op richt, waar hun agressie zich op richt, dan is er maar één plek, ja, waar je dat gaat zien. En dat is de plek waar de bobo's, waar de machthebbers, waar het bestuur zich verzamelt. Dat is het Maasgebouw.